december jongstleden was de beurs van Berlage het decor voor de feestelijke opening van een van de grootste kunstwerken van Nederland, de nieuwe Beurspassage. Burgemeester Van der Laan was er voor het officiële gedeelte. Eind november mocht de pers alvast een kijkje komen nemen. Architectuurcriticus Jaap Huisman was er ook bij. Als je erin bent, dan is het een betoverende plek. Dat kan ik gewoon niet anders zeggen. Ik wil het feestje niet helemaal bederven, maar ik vind hem toch te smal. In de verhoudingen met het hele pand vind ik hem te smal en te onnadrukkelijk aanwezig aan de buitenkant. Als je eenmaal binnen bent, dan kom je in een soort wereld. Ik zat er gisteravond over na te denken. Volgens mij is het een mengvorm tussen Tuschinski en de Moskouse metro. De winkelpanden, inclusief de nieuwe passage, zijn tot stand gekomen in opdracht van Bouwinvest. We vroegen Wim-Jaap IJsing naar het waarom van zo'n gloednieuwe passage. Dat doen we natuurlijk vooral om zoveel mogelijk mensen langs de gevels van onze bezit te geleiden. Waar onze huurders, die eigenlijk in onze pand natuurlijk zitten, zoveel mogelijk van kunnen profiteren. In de tweede plaats denken wij ook dat ja, een aantrekkelijk openbaar gebied, wat we eigenlijk met de passage hebben gecreëerd, samen met de Rode Loper eigenlijk ook een enorme impuls geeft aan de beleving en de kwaliteit van Damrak. Nieuwedijk als winkellocatie. Als belegger zijn we natuurlijk gebaat bij gebouwen die niet alleen nu, maar ook over 50 jaar nog aantrekkelijk zijn. Voor het gebouw aan het Damrak hebben wij gekozen voor een wat tijdloze stijl. Het startpunt was eigenlijk ook een gebouw uit de jaren 60. Dat is een gebouw dat had een enorme betonnen gevel. En dat detoneerde vrij sterk met de buurpandjes. Dat eigenlijk allemaal hele smalle Amsterdamse grachtenpanden zijn. Dus wij hebben gezegd, ja, we willen eigenlijk een gebouw hebben met een bepaalde eeuwigheidswaarde. Op het ogenblik is er sprake van, dat heet dan, je mag niet zeggen historiserende architectuur. Dat vinden de architecten niet leuk als je dat zegt. Het heet contextuele architectuur. Dus je sluit aan bij die hele gevelwand. Dat is op zich wel iets voor te zeggen. Want in het verleden zijn er natuurlijk vooral, denk maar toch maar weer even naar het oude CNA-gebouw. Zijn er heel veel gebouwen in de stad neergezet die gewoon maar als een soort meteoriet in de stad zijn terechtgekomen. Die eigenlijk daar niet thuis horen. Dit hoort op zich er wel in thuis. Maar het is ook weer een beetje doorgeschoten in mijn gevoel. Je moet ook een beetje terughoudend zijn. Als je nou vlakbij de overkant de beurs van Berlage ziet, dan zie je dat daar natuurlijk ook heel veel ornamenten in zitten, maar dat heeft een bepaald soort balans in die baksteen. Een rust. Dit gebouw heeft absoluut geen rust. Wij zijn ook heel erg blij met de nieuwe inrichting van Damrak. Ik denk dat nu al een plek is wat veel aantrekkelijker is en veel interessanter is om te bezoeken dan pakweg 5 jaar geleden. De gemeente kwam ook bij ons met het idee van we willen een fietsenstalling realiseren eigenlijk onder het beursplein. Vonden wij een heel goed idee, dus we hebben ook daar een bijdrage voor geleverd om dat ook mogelijk te maken. Dat betekent dat straks het Beursplein niet meer een fietsenstalling is, maar eigenlijk gewoon echt een verblijfsplein met terrassen. Een aangename plek om te komen. Daar wordt echt, vind ik, heel goed werk gemaakt in Amsterdam van de aankleding van de openbare ruimte. Dus je weet ook al wat ongeveer er gaat komen. Straks is het ook kind, het wordt natuurlijk wel een groot feest, want dat krijgt een soort Parijse boulevardachtig aanzien. Dat is duidelijk chiquer, dat kun je zien. Hè? Het Damrak heeft dat beetje dat ordinaire, dat volkse. Dat vind ik ook helemaal niet erg trouwens hoor. Dat moet er ook zijn. Dus de verschillende sferen van het Damrak en dan straks het Rokin, dat geeft wel een hele goede variatie in die binnenstad.